The clock is ticking and time is short. But it's not too late. Modern day pioneers. Our mission involves patience, perseverance, and peaceful protest to achieve justice and fundamental human rights. United against many odds, exposure through information, mankind is suffering. Our goal is to bring back love truth freedom and humanity feel welcome feel free welcome In de isoleercel van Virus Waarheid. Vandaag een speciaal gesprek met niemand minder dan Pieter Stuurman. Welkom Pieter. Dankjewel. We zitten in een isoleercel. Ja. We gaan een paar zaken bespreken die jij uh, vanuit je werk al uh, heel veel hebt meegemaakt. Dan is dat niet per se de isoleercel zelf, maar wel alles wat daar omheen zit. Maar kan je voor de kijkers kort uitleggen wie is Pieter Stuurman en op welke manier ben je betrokken geraakt. Bij het fenomeen of de pandemie? Ja. Uh, nou ja, ik, zoals ik al zei, ik werk uh, al heel lang als uh, coach en therapeut. Uh, in de loop der jaren is het met name het therapeutische deel wat, uh, wat toegenomen en uh, het coachingsdeel wat afgenomen. Het is ook een beetje glijdende schaal tussen die dingen. Uh, wat ik doe is, ik begeleid mensen die, uh, die op de een of andere manier zijn vastgelopen in hun leven. Uh, dat kan soms ook praktisch. Uh, uh, Zeg maar, terrein zijn, dus dan komt het coaching aspect in beeld, maar vaak ook op uh, psychomentaal uh, uh, gebied. En in de loop der tijd heb ik heel veel mensen meegemaakt die in mijn praktijk die uh, geconfronteerd zijn geweest met uh, het verschijnsel psychopathie, met een, 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 iemand die daaraan lijkt. Uh, Precies daar gaan in zijn, we het zijn leven. Ja. Meer over hebben. Ja, en hoe ben ik betrokken om even je verhaal ja. betrokken geraakt? Nou ja, daarnaast schrijf ik ook al, al meer dan 15 jaar artikelen. Uh, ik heb het altijd interessant en boeiend gevonden. En belangrijk gevonden, ook om, om een beetje te proberen te begrijpen van hoe de wereld draait en wat, uh, wat erin gebeurt. En uh, jarenlang uh, jaren geleden, met name een beetje onder invloed van de crisis van 2008, toen kon ik dat niet langer binnenhouden. En zocht ik een manier om dat, uh, om, uh, om dat te communiceren, ben ik gaan schrijven. en Ik heb inmiddels vele honderden artikelen geschreven, die uh, op allerlei websites zijn verschenen. Uh, en ook in gedrukte media en uh, ja goed, uh, ben betrokken geraakt bij de andere krant en Gezond Verstand en Café Weltschmerz, et cetera, et cetera. Balletjes een beetje gaan rollen. Ik heb er zelf nooit echt de ambitie voor gehad, maar het is gewoon gebeurd. Ja, je hebt ook een heel helder verhaal, vind ik zelf. Um, we hebben net een beetje voorbereid en toen kwam de clip of jouw lezing bij de 9-11 bijeenkomst vorig jaar ter sprake. Nou, dat was dit jaar, drie maanden geleden, zeg maar. Ja, we zitten zit in 2022. Ja, dat is 2021, ja, ja, je hebt gelijk. Ja, het dus... jaar is alweer begonnen. Maar inderdaad. We heb je het uh, heb je mooi uiteengezet. En daar wil ik zeker in het begin even op inhaken. Over wat nou de pijlers zijn. En je begon bij uh, de bevrijding van het bedrog. Wat is bedrog? Ja, wat is bedrog? Nou ja, de, die, die conferentie ging over bedrog. Dat was de titel van de conferentie. Bevrijding van bedrog. En bedrog is misleiding. Daar komen we het eigenlijk op neer. Uh, bedrog uh, heeft de bedoeling uh, mensen een, een ander beeld van een vals beeld van de werkelijkheid te geven. En uh, dan zou je zeggen: ja, waarom is dat dan zo interessant? Waarom zou je, waarom zou je willen dat mensen een vals beeld van de werkelijkheid hebben? Maar het punt is dat mensen de dingen die ze doen, hun gedrag, dus de dingen die ze doen, later baseren op hun visie van de werkelijkheid. Dus als je wil uh, dat mensen bepaalde dingen doen, bepaalde Mensen bepaalde dingen wil laten doen. Dan is de handigste manier om ze dat te laten doen niet via dwang, maar via bedrog. Als mensen een vals beeld van de werkelijkheid hebben, een uitgekiend vals beeld wat jij kunt implanteren bij een ander, dan zal die gaan doen wat jij wil dat hij doet, zelfs als het in zijn eigen nadeel. Helder. En dan zullen sommige mensen denken van, he, maar de werkelijkheid, er is toch maar één werkelijkheid. Ik ben er heel specifiek in. Realiteit en werkelijkheid. Versus waarheid. Ja. Wat is nu het verschil? Uh, nou ja, het zijn begrippen, die, het ligt een klein beetje aan wat, uh, uh, wat voor betekenis je aan een begrip uh, toekent. Hè. Je kunt natuurlijk wel onderscheid maken, maar het is een kwestie van definitie natuurlijk ook een beetje. Hè. Uh, maar uh, kijk, we hebben natuurlijk de waarheid en de perceptie van waarheid. Nou, dat zijn twee hele grote verschillen. Hè. Ik wil, uh, er zijn uh, net zoveel percepties van waarheid als er mensen zijn. Uh, maar de ene perceptie staat wel dichter bij de werkelijkheid dan, uh, dan de andere. En uh, wanneer je het voor elkaar krijgt om mensen een perceptie van de waarheid uh, te implanteren die heel erg ver van de werkelijkheid afstaat, uh, dan verliezen mensen hun connectie daarmee. Uh, en als ze uh, die connectie kwijt zijn, uh, dan zijn ze gemakkelijk stuurbaar. Dan zijn mensen We zien dat in deze situatie uh, heel, sterk, uh, heel sterk terug. Hè? Als je mensen een beeld van een valse werkelijkheid kunt geven, uh, dan heb je een, een groep mensen een beeld van een val, valse werkelijkheid kunt geven, dan heb je die mensen al mee. Hè? Mensen die uh, uh, geloven dat er bijvoorbeeld een groot gevaar op ze afkomt, ook al is het niet werkelijk zo, uh, die zullen bescherming zoeken. En als jij dan die bescherming aanbiedt, dan uh, uh, maak je ze daarmee afhankelijk van je. Precies. Want die manipulatie gaat er niet om dat jij in een werkelijkheid komt waarin jij denkt van wat voel ik me hier fijn. Maar er zit nog een andere component bij. Eh, daar heb ik het met Matthias de Smet over gehad. De free flowing anxiety. Ja. Dus er moet een, een angst, een doembeeld zijn waar geen grip op gekregen kan worden. Ja. En op dat moment worden mensen dus manipuleerbaar. Nou, kijk, dat is een onaangenaam gevoel. Uh, flea floating anxiety is een soort uh, angst die je niet ergens aan kunt uh, toekennen. Mm -hmm. Het is een, een, een beetje een abstract angstgevoel, zo zou je het eigenlijk kunnen noemen. Het is niet helemaal een correcte vertaling, maar voor het woord anxiety hebben we volgens mij in het Nederlands mm -hmm. niet echt een, een, een sluitende definitie. Maar het is een soort abstract angstgevoel dat op de achtergrond aanwezig is en dat als onaangenaam wordt, uh, wordt ervaren. Uh, en waar mensen dus uh, vanaf willen. En als je ze dan die mogelijkheid biedt en je, eh, je kanaliseert dat als het ware, dan kun je mensen eh, in jou, eh, onder jouw invloed eh, krijgen. Precies, en dan komen we op een, op een volgend stukje. Dat gaat eigenlijk over die onzekerheid. Die angst zit vast aan onzekerheid. Dat is dat free floating. En dan zullen mensen misschien zeggen van eerst met het terrorisme en, en nu met het virus is het toch heel duidelijk een vijandbeeld of een, mm -hmm. of een de, dreigingsbeeld. Maar als je erover nadenkt, eigenlijk zijn deze dreigingen onzichtbaar. Ze kunnen overal zijn. Iedereen zou een terrorist kunnen zijn, iedereen zou een drager van een virus kunnen zijn. Ja. Dus je weet niet goed hoe je hiermee om moet gaan. Precies, nou, eh, dus is het, niet, het is dus niet te zien. En vandaar ook eh, dat er nou zo geschermd wordt met de zogenaamde experts. Eh, want dat zijn een eh, soort van eh, nieuwe shamanen, zeg maar, helderziende. Zij die wel kunnen zien wat, wat wij allemaal niet kunnen zien. Uh, en als je het zelf niet kunt zien, ja, dan zul je het aan zo iemand over moeten laten. He, dan zul je zeggen, ja, weet je, ik ben geen. Je hoort het ook, ik ben geen viroloog. Ik ben geen expert, dus ja, ik laat het maar over aan degene die ervoor gestudeerd hebben. En dat is nou precies de bedoeling van zo'n zo zo strategie. Zo he, het is een, 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 een aanvalstrategie, zou je het kunnen noemen. He, uh, de bedoeling is natuurlijk mensen van je afhankelijk te maken, uh, meegaand met je te krijgen. En. Uh, ja, dat is een, 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 een model dat we in de loop van de geschiedenis al heel vaak hebben gezien. Maar inderdaad, een ongrijpbare bedreiging is daar veel handiger dan iets wat heel tastbaar is. Dat kan op een gegeven moment gewoon verslagen worden, of je kunt zien dat het weg is. Eh, maar bij een, bij een vijand die niet werkelijk bestaat, een gefigeerde vijand, die alleen als vijand gepercipieerd wordt, dus die alleen in je hoofd zit, zeg maar, eh, kun je in principe. Uh, het hele proces zo lang door laten lopen als het jou uitkomt. Dan moet ik denken aan de dubbele definitie in de wet publieke gezondheid. Er stond al een definitie voor epidemie. Dat ging dan bij een sterk stijgend aantal uh, uh, ziektegevallen. En daar is een nieuwe definitie naast gezet. Epidemie is de epidemie van COVID-19. Ja. Een circulaire definitie, ja, dus die wet is onuitvoerbaar. Ja. Uh, maar dan, dan kom je dus inderdaad bij dat punt wat jij zegt: er is angst zolang dat de machthebber zegt dat de angst er is, ja. en hij houdt pas op als het ophoudt. Ja. Hey, Van waar uh, komt die zucht naar macht en controle? Um, die heeft al heel lang bestaan. Ja, die bestaat eigenlijk al zolang de mensheid bestaat. En, uh, je ziet het ook in alle oude filosofie en oude religies en zo. Het komt steeds weer naar voren. Hè? Die hang die hangt naar macht en controle. Uh, is, uh, heeft de bedoeling... Kijk, uh, ik moet het even anders zeggen. Wij mensen, wij creëren met ons, creëren met ons samen, allemaal samen, uh, onze leefomgeving. De wereld zoals die is. Uh, wij zijn creërende wezens, in die zin. En uh, de, uh, de inzet van macht is... Dat creëert het vermogen van mensen te vangen. En het in je eigen voordeel te brengen. In je eigen voordeel aan te wenden. En, uh, dus we worden eigenlijk allemaal overtuigd om onze surplus aan productie en, en, en bezit af te geven in ruil voor veiligheid en duidelijkheid. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. We worden verleid om dat te doen. We worden verleid. Uh, kijk, als je het in Bijbelse termen wil zeggen. Ik ben zelf geen religieus mens, maar ik vind het wel mooie beeldspraak. Hè? In Bijbelse termen noemen ze dit uh, de duivel. Satan, die probeert mensen te verleiden, te misleiden door ze te verleiden en zo in zijn macht te krijgen uh, en zo uh, uh, beschikking te krijgen over het, het goddelijke vermogen, het creërend vermogen van mensen. En dat is beeldspraak, maar het is wel een mooie beeldspraak overigens. Uh, maar dat is het verlangen achter macht. In principe gaat macht dus altijd over het in bezit nemen van het producerend of creërend vermogen van andere mensen. Macht gaat over slavernij. De inzet van macht gaat altijd over slavernij. Waarom zou je. Uh, uh, zeggenschap over mensen willen hebben. als je er niet van kunt profiteren? Het is, niet, het is geen pervers genoeg, het is een heel praktisch. praktische overweging, praktisch motief wat erachter zit. En uh, zo is het altijd geweest. in de loop der tijd. En iedere keer vindt. Uh, dit verschijnsel wel weer een nieuwe methodiek om het handiger aan te pakken. En het is ook sprake van, van voortschrijdend inzicht in de loop der tijd. Maar er zit wel een, er zit wel een uh, psychologische structuur achter. Hey, want om dit te doen, om dit te kunnen doen en dit andere mensen aan te kunnen doen, uh, moet je eigenlijk gewetenloos zijn. Hey, ja, dan, uh, dan komen we een beetje op psychopathie, maar ik wil er nog één ding voor zeggen. Er is ook een Nederlandse wetenschapper die heeft. Uh, onderzoek gedaan naar leiderschapsmodellen. Ja. Die heeft een groep chimpansees... of meerdere groepen chimpansees bestudeerd. En het kwam eigenlijk uit... op dat er twee modellen zijn. Eén, de bully. Dus die met uh, fysieke kracht... de rest van de groep eronder houdt. Mm -hmm. En de ander was de empaat. Ja. De leider die constant bezig is... om draagvlak te zoeken voor zijn leiderschap. Uh, maar dus eigenlijk uh, overdreven... Uh, als maar sociale banden aan het versterken en bevestigen is met de andere groepsleden. Ja. Nou denken wij dat we in een democratie in dat tweede model zitten. Ja. Maar waar dit nu op lijkt met macht. En in, in, in dit uh, voorbeeld was het dan de fysieke kracht van, uh, van het mannetje, zien we een ander model. Ja. Uh, in welke zitten wij volgens jou? Ik geef hem bij. Om eerlijk te zijn. Uh, ik, 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 dat, dat apenmodel dat heb ik al vaker voorbij zien, uh, zien komen. Dat wordt in de wetenschap ook vaak gebruikt, maar er wordt één ding vergeten: we zijn geen apen. We zijn mensen. We zijn echt wezenlijk verschillend uh, van apen. Uh, in apenkolonies uh, zie je inderdaad vaak een dominant mannetje. Die zijn positie wil verdedigen. De, ten opzichte van concurrerende jonge mannen. Die het de ladder uh, van de hiërarchie stijgen. Maar ding, één ding hebben ze wel gemeen. En dat is dat de dominante mannetje alle leden van zijn groep kent. En daar ook een belangrijke functie in heeft. Het is een functie die ten bate is van de hele groep. En macht, zoals wij dat in onze menselijke samenleving kennen, mist die twee factoren. Onze machthebbers die kennen jou en mij niet persoonlijk. Die weten niet wat belangrijk is voor jou en voor mij. En ze hebben niet eens de bedoeling om zorg te dragen voor de groep, ze hebben de bedoeling om de groep te parasiteren. En daar is een belangrijk verschil. En dat is een typisch menselijk verschijnsel: hè, waarbij de, de zogenaamde leiders, de dominanten, uh, parasiteren op uh, de soortgenoot. Dat zie je niet bij andere soorten. Ook niet bij, uh, bij apen. Dus uh, dit is, dit, je kunt het niet on onderverdelen in één van de mm -hmm. twee. En dan komen we op wat jij veel hebt beschreven en, uh, en besproken: psychopathie. Ja. Wat is psychopathie? Nou ja, psycho, letterlijk betekent psychopathie geestesziekte. Mm -hmm. Psycho is geest, psychopathie is ziekte, geestesziekte. Maar in de loop der tijd heeft het, heeft het wel een meer specifieke betekenis gekregen. Psychopathie is, een, is, is dus een, een, een mentale afwijking. Het is een geestesziekte. Het is een geestesziekte. En die heeft bepaalde kenmerken. En uh, ja, wij kennen natuurlijk allemaal wel het verschijnsel psychopaat van de Hollywoodfilms. Uh, de, de, de lustmoordenaar en uh, iemand die verslagen van het padje is. Maar uh, dat is echt een karikatuur. Uh, aan de meeste psychopaten zie je het niet aan de buitenkant. Sterker nog, uh, hoe minder je het ziet aan de buitenkant, hoe, hoe groter de kans is dat een psychopaat in zijn eigen ogen succes heeft. Uh, psychopaten zijn uit op macht. Ze zijn uit op het parasiteren op andere mensen. En dat parasiteren kan allerlei vormen uh, aannemen. De buitenkant van alles zijn. Uh, hè, maar in ieder geval is de bedoeling dat hij uh, zoveel mogelijk mensen in zijn, in zijn macht krijgt. Um, een van de belangrijkste aspecten van psychopathie is het totaal ontbreken van een geweten. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of je het wel Jan Storms kent, hij heeft een paar boeken over geschreven, over psychopathie, die zegt het ook goed, het is het ontbreken van de kern van de ziel. De kern van ons mensheid, uh, mens zijn, <coughs> is uh, dat wij beschikking hebben over een geweten. Dat we onderscheid kunnen maken tussen wat oké okay is en wat niet oké okay is. Tussen goed en kwaad, om het maar weer eens in Bijbelse termen uh, te benoemen. En uh, psychopaten zijn daar niet toe in staat. Die hebben dat simpelweg niet. Er is heel veel discussie over hoe dat dan komt, of het aangeboren is of aangeleerd is. Uh, maar in deze context doet dat dan iets Het Belangrijk is dat je begrijpt dat er, mm -hmm. dat er geen uh, geweten bestaat. En er kan dus ook geen empathie zijn. En er bestaan dus ook geen morele grenzen. Hoe is het dan mogelijk dat ze, zonder dat ze geweten hebben, toch juist appelleren aan dat verantwoordelijkheidsgevoel en empathie bij de ander? Ja. Uh, dat doen ze omdat zij uh, zelf vinden over het algemeen dat zij succesvol zijn. Uh, een succesvolle psychopaat is een psychopaat die macht verwerft. Uh, Daar moet ik even een opweggetje maken. Psychopaten uh, hebben dus uh, geen geweten, ze hebben, kennen geen morele grenzen en ze willen macht over anderen. Nou de handigste manier om dat te verkrijgen is natuurlijk via het verkrijgen van machtsposities, door de maatschappelijke ladder te bestijgen. Zeg maar. en, uh, daarbij hebben psychopaten altijd een belangrijk en vaak beslissend voordeel ten opzichte van mentaal gezonde mensen omdat mentaal gezonde mensen het in de race naar de top op een gegeven moment gek wordt. Die hebben wel morele grenzen. En zijn niet. En dus worden ze over het algemeen gepasseerd door de psychopaten. En je ziet ook dat die langzaamaan steeds meer de topposities innemen. En het eerste wat ze doen is mentaal gezonde mensen in hun omgeving verwijderen. En dat proces leidt dan uiteindelijk tot een situatie... waarin eigenlijk alle topposities... door psychopaten worden bezet. Overigens, voor de duidelijkheid... ongeveer 3 tot 5 procent van de mensheid... volgens onderzoeken heeft deze aandoening. Is psychopaat. En, en wordt die bij iedereen... Uh, ook effectief? Uit uh, zich als psychopaat... is er 3 tot 5 procent... Uh, gewetenloos op zoek naar macht. Uh, ja, maar niet, niet allemaal zijn ze even slim en even succesvol. Hè. Dat, wat dat betreft zijn ze hetzelfde als andere mensen. De ene is slimmer, de andere is minder slim... en de ene is handiger en de ene is handiger... en de andere is minder handig. Uh, uh, maar uh, ja, ze zijn allemaal op zoek... naar uh, het in hun macht krijgen van andere mensen. Ik heb in mijn, mijn, mijn praktijk heel veel mensen... Uh, geholpen om te herstellen van een confrontatie met een psychopaat. Dat kan een ouder zijn, dat kan een, een, uh, een partner zijn. Het uh, is het type foute man waar veel vrouwen uh, uh, zeg maar mee geconfronteerd worden, maar andersom ook zeker. Uh, maar je vindt ze dus in, eigenlijk in alle lagen, uh, maar omdat ze geen, geen morele remmingen hebben, geen morele grenzen hebben, zie je ze onevenredig vaak in de bovenlagen. In de topposities topposities van bedrijven, politiek, media. Uh, je komt ze overal tegen. Uh, en nogmaals, omdat ze daar de, de mentaal gezonde, je ziet dat nu ook heel sterk, hè? mensen die nog wel een geweten hebben, nog wel een ziel hebben, uh, in, in bijvoorbeeld in de top van de, van de universiteiten, de wetenschap, uh, maar ook in politiek en media, die worden Gewiepert. die worden uit de worden uit de boom, boom geflikt. Ja. Keizer is er een mooi voorbeeld van. Het is dat proces wat je daar waarneemt. En het uiteindelijke netto resultaat is dat uiteindelijk die posities allemaal door psychopaten worden ingenomen. Hoe gaan die dan met elkaar om? Zijn die ook constant bezig elkaar te manipuleren ja. of hebben die een hele strikte pikorde? Uh, dat sowieso. Ze hebben het zijn wat ik noem verticale denkers. Ze delen alles en iedereen in, in onder- en bovengeschiktheid. He, dus uh, je ziet het in. Uh, het, in principe is het hele verschijnsel hiërarchie, heeft iets psychopathisch, hè? Uh, omdat het, uh, het, het is een aanname dat het zomaar bestaat. Maar waarom zou de ene mens boven geplaatst de andere zijn? Ik bedoel, die, die, die gedachte en die uh, overtuiging, is een overtuiging die wordt ontleend aan de realiteit zoals we die kennen. Maar die realiteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door geesteszieken die zo denken. In een meritocratie zou je zeggen: kun je maar verantwoordelijkheid of iemands capaciteiten bepalen welk verantwoordelijkheidsniveau die aan kan, en dat is dan de positie van macht waarin je verkeert. Maar wat, wat jij eigenlijk zegt. Dan heb je het over inhoudelijke autoriteit? Precies. Ja. Wat jij eigenlijk zegt, is dat deze mensen, ongeacht wat hun echte capaciteiten zijn, uitblinken in het op de ladder opklimmen. En daar als een soort koekoeksjong ja. de rest wegwerken. Exact. Nou, sterker nog, ik kan nog sterker zeggen, uh, psychopaten hebben geen andere capaciteiten dan deze. Het is de enige capaciteit die ze hebben. En dat, dat uh, uh, voedt ook hun verlangen om andere uh, mensen als hun slaven in te palmen. Ze begrijpen zelf goed dat ze geen vaardigheden hebben. Ze hebben zelf geen creërend vermogen. Het enige wat ze kunnen doen, is anderen. Hun cliënt vermogen beschikbaar voor ze stellen. Ja, dit zijn de handige manipulatoren. Ze maken gebruik van de leugen, van de misleiding, eh, om eh, dat voor elkaar te krijgen. Ja. En hoe is het mogelijk? En ik heb daar zelf ook al wel, uh, wat uh, over naar buiten gebracht, dat zoveel mensen hier aan ten prooi vallen. Ja. Uh, nou, in die lezing die ik op 11 september heb gegeven, heb ik dat geprobeerd uh, uit te leggen. Als je nou naar de wereld kijkt, uh, die heel erg hiërarchisch ingericht is op dit moment. Hè. We hebben een aantal absolute topmensen die bepalend is voor wat er in de hele wereld gebeurt. Maar ze hebben het voor elkaar gekregen uh, dat ze uh, regeringen hebben kunnen infiltreren. Die hebben ze onder hun gezag gebracht, laat ik maar zo zeggen. Uh, Letterlijk nog even voor de kijkers. Uh, Kijk nog eventjes naar de World Economic Forum papers, mm. die nu naar buiten zijn gekomen. Het is geen fictief verhaal of nee. complottheorie. Het is een keiharde samenzwering die nu vaststaat. Ja, je noemt de samenswering. het samenzwering. Ik noem het niet zo gauw een samenzwering. Het, het is een strategie. Het is een strategie. Um, kijk, als je een bepaalde doelen uh, stelt, dan uh, moet je die zien te bereiken op de een of andere manier. En daar heb je plan voor nodig. Je moet daar slim voor zijn. En net zo goed als je domme psychopaten hebt, heb je ook slimme psychopaten. En dat zijn de meest uh, destructieve die er zijn. Want die kunnen namelijk een hele groep mensen in een verticale uh, hierarchische structuur onderbrengen, uh, door degene die net uh, in pick uh, zeg maar, boven, onder henzelf uh, zit te belonen, uh, met macht over de laag die daaronder zit, uh, dat noemen ze chain of command. Uh, uh, de bovenste gepositioneerde commandeert die daaronder en die daaronder en weer die daaronder enzovoort enzovoort. En dan krijg je een piramide structuur uh, waarin je uiteindelijk uh, de laagste vorm van macht uh, hebt van externe machten. Dat is handhaving, politie en leger. Dat is eigenlijk de laatste uh, stap, de laatste schakel in die chain of command. Zij mogen de bevolking commanderen, uh, mits zij gehoorzamen aan... Uh, hun bazen, zeg maar. Dus okay, zo krijg je een hele, hele uh, hiërarchische structuur op. Ik, ik voel dat er nog een andere laag bij wordt gemaakt. Want wij worden nu allemaal medeplichtig gemaakt in het handhaven van allerlei regels. Ja. Dus we zijn niet meer verantwoordelijk voor onszelf. Dat moeten we afgeven aan de laag boven ons. Ja. Maar. Iedereen in onze omgeving moeten wij ook proberen te onderwerpen. En wij moeten die verantwoordelijkheid op het naleven van de regels, van de mm. anders een afstand, de anders een mondkapje, de anders een testen of prikken ja. of noem maar op. Ja, dan kom je een beetje uit uh, op, uh, uh, op dat empathisch vermogen wat de meeste mensen wel hebben. Uh, psychopaten weten uh, dat wij uh, over het algemeen voorzien zijn van empathisch vermogen. Zij zien dat zelf als een zwakte. En in hun beleving is dat ook zo. Hè? Want juist het ontbreken van die empathie, van hun vermogen tot liefhebben. Het hele begrip liefde bestaat niet. Uh, zij vinden het ook een, een zwakte. Uh, ja, luister eens, als jullie dat willen geloven. Ja, dan mogen wij er ook misbruik van maken. Uh, dus ze weten dat wij erin geloven. En ze weten dat het voor ons wel bestaat. Uh, en dus zullen ze daar aanspraak op maken. Zullen ze dat, uh, hoe moet ik dat zeggen? Um, um, zullen ze dat daar misbruik van maken. En dat is wat je nu heel sterk ziet. Hè? Je doet het voor een ander, je doet het voor je oma, eh, eh, je doet het voor elkaar. We moeten het samen doen en zo dat soort termen. Het zijn zaken waar we zelf helemaal niet in geloven, maar waar ze misbruik van maken om ons het gewenste te laten doen. En dan komen we naar op het stukje manipulatie uit. Um, alles lijkt een instrument te zijn om een doel te bereiken, ja. zijn er natuurlijke remmingen of natuurlijke valkuilen voor psychopaten? Uh, remmingen niet. Er zijn wel valkuilen voor psychopaten. Um, vooral als psychopaten succesvol zijn, dan kunnen ze hoogmoedig worden. Uh, hè, dan kunnen ze, uh, je ziet dat ook in, in, in individuele gevallen. Ook in mijn, mijn praktijk heb ik dat veel meegemaakt. Een partner die op een gegeven moment vanuit gaat, ik heb hier de absolute macht. En geen rekening meer houdt met de mogelijkheid dat zijn prooi, uh, dat hij uh, nog aan hem kan ontsnappen. Uh, maar uiteindelijk uh, gebeurt dat wel heel vaak. En je ziet dan ook dat in individuele uh, gevallen psychopaten uiteindelijk ten onder gaan. Omdat ze liever uh, zichzelf en hun prooi vernietigen dan die prooi loslaten. Uh, psychopaten zijn heel erg vasthoudend als het gaat om het, uh, om het behalen van hun doelen. En uh, je ziet dat nu ook, hè? er is in deze, deze situatie waarin de hele wereldbevolking wordt aangevallen, maar daar komt het eigenlijk op neer, uh, door een kleine elite die hun kerstboom van macht hebben opgetuigd, een piramide hebben opgetuigd, daar heel veel tijd en moeite in hebben gestoken, heel goed strategisch hebben voorbereid en met nee geen genoegen meer gaan nemen. Ze gaan nog liever samen met ons ten onder... ...dan dat ze hun uh, missie opgeven. Dus wat, wat ik al vaker zeg... Van, ...op het moment dat het dreigt te kantelen... ...en het, het gaat nu de goede kant op zou ik zeggen... ...dit is eigenlijk het gevaarlijkste moment. Omdat ze een, bijna een kamikaze actie... Ja. ...toen in staat zijn. D dat zou heel gevaarlijk kunnen zijn. Ja, ik denk dat je daar zeker rekening mee moet houden. Ja, dat zou heel gevaarlijk kunnen zijn. Ja, ze zullen absoluut niet, niet opgeven. En ze zullen alle macht die ze nu nog hebben... Die zullen ze dus gebruiken om hun doel te bereiken en lukt het niet, dan, dan maar met z'n allen ten onder. Dat is, iets, uh, uh, dat is een patroon, maar je ziet dat bijvoorbeeld ook terug in die, in die beruchte familiedrama's. Hè? Je hebt een, een, een psychopathische man bijvoorbeeld die zijn hele gezin terroriseert en op een gegeven moment kan het gezin niet meer aan en vlucht. En uh, die man sport ze op en die schiet eerst zijn vrouw en kinderen dood en vervolgens uh, zichzelf. Dit is een typisch verschijnsel wat, wat bij psychopaten uh, hoort. Heeft het zin om bij psychopaten uh, te confronteren met hun leugens, of is dat gewoon voor dovenmans oren? Ja, nee, uh, weet je, uh, psychopaten ik, maken dus gebruik van het feit dat de meeste mensen uh, denken dat anderen ongeveer denken zoals zij zelf denken. En daarom kunnen de meeste. Gewone mensen, meestal mentaal gezonde mensen, zich ook niet voorstellen dat er zulke kwaadaardige psychopaten rondlopen en dat die, dat, dat toevallig dan ook nog eens een keer hun leiders zijn. Die zich over het algemeen toch zo keurig presenteren. Eh, mensen kunnen zich niet voorstellen. En zij maken misbruik van het gebrek aan voorstellingsvermogen. Maar andersom geldt hetzelfde. De psychopaat kan zich niet voorstellen dat mensen werkelijk gedreven worden door een geweten, door een liefde. Uh, Door dat soort menselijke waarden. Ze denken dat het een sprookje is waar wij met z'n allen in geloven, dat we, dat, dat een, een soort een vorm van zelfmisleiding is. Dan zeggen ja, zoals nou, die mensen zichzelf zo graag willen misleiden, mogen we er ook gebruik van maken. Je, je zei nog iets anders, die, he, dat, dat netjes voorkomen, ja. keeping up appearances ja. is dat ook iets typisch. Ja helemaal, voor ja, ja, zeker, een psychopaat uh, liegt over alles. Leugen is zijn, leugen is zijn, zijn instrument. Het omkeren van de waarheid. Uh, en ze liegen niet in de laatste plaats over zichzelf. Ze zullen zich altijd voordoen als het omgekeerde van wat ze werkelijk zijn. Ze zullen zich voordoen als, als filantroop in plaats van de parasiet die ze werkelijk zijn. Ze zijn er altijd op uit om te parasiteren op de vermogens van andere mensen. Uh, ze zullen zich voordoen als uh, redder in plaats van bedreiger. Dan moet ik gelijk denken aan het Stockholm syndroom. Is dat te vergelijken met de situatie waarin we nu zitten? Um, ja, dat heeft er zijdelings uh, mee te maken. Uh, dat heeft te maken met het feit dat als mensen in een benarde positie komen, als het moeilijk wordt, bedreigend voor ze wordt, uh, en ze weten niet meer zelf goed hoe ze eruit moeten komen, Dus ze een neiging krijgen om hun lot in handen te leggen van iets dat ze als autoriteit zien. Precies, dus de, de slachtoffers gaan eigenlijk de psychopaat verdedigen. Ja, nou, ja, dat nou ja, in veel gevallen wel. Hè. Kijk, als het die psychopaat voor elkaar krijgt, uh, om, om grote groepen mensen te laten geloven dat hij niet de agressor is, maar de beschermer is, dat is altijd zo'n En ze zijn er handig in hoor. Psychopaten trainen zichzelf daar een heel leven in. Hè, om zichzelf anders voor te doen dan ze werkelijk zijn, in werkelijkheid zijn. Dus de, de schijn van normaliteit heet dat in, in, de, psycho in de psychologie. Zeg maar. De schijn van normaliteit. Uh, ophouden. Uh, het is een, een, een personage dat ze spelen. Ja, je ziet het enorm veel bij politici. Uh, en als je het eenmaal ziet, dan kun je het eigenlijk ook niet meer niet zien. Hè? Ik, wil, ik weet niet of jij wel eens iemand op bezoek heeft, hebt gehad die praat zoals een politicus praat. Uh, wij vinden dat normaal, omdat we het associëren met politiek. Het is wat we op televisie zien, wat we bij opeen uh, zien en op het journaal zien. Maar als je zo iemand normaal gesproken bij jou gewoon aan tafel hebt zitten en hij praat zoals hij praat, dan en ja, dan ga je toch even op zijn rug kijken waar de batterijen zitten. Zeg maar. dit, dit, is niet, dit is niet normaal. Mm -hmm. Het is een façade van normaliteit. We zijn aan gewend geraakt. We zijn eraan gewend geraakt en daarom denken we dat het normaal is dat het een soort van, van beroepsdeformatie is die nou eenmaal bij dat vak hoort. Uh, maar je zegt eigenlijk het is andersom. Het systeem stimuleert gewetenloze mensen. Ja, het, stimuleert, faciliteert, het systeem faciliteert gewetenloze mensen. Iedere hiërarchie doet dat, ieder hiërarchisch model doet dat. Eh, eh, en hoe groter de belangen worden ook hoe groter de bereidheid over het algemeen eh, is om daar kwaadige dingen voor te doen gewetenloze dingen voor te doen eh, de buit is groot eh, mensen zijn tot een, tot een bepaalde eh, zeg maar omvang van de buit zijn nog wel redelijk eerlijk hè, maar hoe groter het wordt, hoe meer ze bereid zijn om afstand te doen van hun geweten dit, dit proces kennen we onder de de, de, de de oude term je ziel aan de duivel verkopen ja, als het belang groot genoeg is, dan koop je op een gegeven moment die ziel aan de duivel. En zeggen van oké, okay, uh, ik, uh, ik uh, vind nu de opbrengst belangrijker dan, uh, dan mijn morele grenzen. Dat zien we ook veel. We, zijn, we hebben heel veel corruptieschandalen gezien, uh, veel bij politici, uh, ook bij de zogenaamde wetenschappers. En dan heb ik niet alleen over Nederland, maar een premier in Israël, in een deelstaat van Australië, in Oostenrijk, zijn allemaal afgetreden om corruptieschandalen. Ja. In Nederland is ongetwijfeld hetzelfde aan de hand. We zijn nog niet zover dat er <tie> mensen zijn afgetreden, maar het uh, Siebert van der Linde-verhaal geeft wel aan dat er naast psychopaat ook heel veel opportunisten zijn. Wat is nou daar het verschil tussen? Nou, je hebt psychopathie, komt natuurlijk wel in gradaties. Ja, maar opportunisme uh, is wel een kenmerk van, uh, van, van psychopathie. Hè. Je, zegt, je neemt de gelegenheid en je laat je er weer niet remmen door, nou, door morele grenzen, door, door gewetensvolle uh, overwegingen. Zeg maar, hè. Uh, dus dat, 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 dat heeft wel die kenmerken. Um, maar um, ja, je vroeg net: van kan het ook wel eens misgaan? Ja, uh, ze kunnen uh, uh, hoogmoedig worden. Psychopaten kunnen hoogmoedig worden en kunnen dus uh, uh, op een gegeven moment ook uit, uit de boom gegooid worden door hun collega-psychopaten, Dus ze zijn dan onderling een bedreiging voor elkaar. En is dan de normale reactie van, we moeten het maar ondergaan, snappen ze dat ze geofferd worden op dat moment? Uh, ja, dat snappen ze zeker, want dat zouden ze zelf ook doen als ze in die positie waren. Uh, psychopaten kennen ook geen relaties. Ze kennen alleen uh, een, uh, een, een, uh, een baas slaafverhouding, zeg maar. Of allianties met mede-psychopaten. Dat zijn tijdelijke allianties omdat ze goed uitkomen. Uh, niet omdat er sprake is van een werkelijke menselijke verbondenheid zoals je een normale menselijke relatie hebt. Ze kennen geen liefde, dus ook, ook geen. geen uh, uh, en ja, als het goed is, is een relatie, zelfs een vriendschapsrelatie ook een vorm van liefde. Hè? De, een Liefdevolle verbondenheid. Die kennen ze niet, ze kennen alleen allianties. Tijdelijke allianties, als die strategisch uitkomen. Uh, maar uiteindelijk, als het doel bereikt is, en je, je ziet dat ook na oorlogen bijvoorbeeld. Hè. We, we zagen de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, uh, zodra de Duitsers over, uh, overwonnen waren, verslagen waren, uh, toen gingen ze met elkaar aan de stok, met name natuurlijk de Westerse en de Russische alliantie. Uh, want uiteindelijk moet die pikorde toch weer hersteld zijn. Wie is dan weer de baas in de, binnen de overwinnende groep? Je ziet dus dat in iedere, in iedere hiërarchie uh, er uiteindelijk. Eén entiteit, één man is, die het meest bepalend is. Ja, want die, die, die groepjes die worden steeds kleiner, en dan kom je uiteindelijk bij, bij een heel klein groepje uit, de toppsychopaten, zeg maar. Laten we zeggen dat het een paar honderd zijn. Uh, en daar zijn er weer tien, het meest dominant van. En uh, ja, binnen die tien is er altijd weer één die weer het meest dominant is over die tien. Dus er uh, blijft ook een soort survival of the fittest binnen die groep. Ja. Ze blijven die piramide maar verder bouwen. Zeker, ze kunnen niet anders. Ze, denk, ze denken verticaal, ze denken alleen maar in, op basis van ondergeschikt en bovengeschiktheid. Als ze samenwerken is dan tijdelijke alliantie, tijdelijk samenwerkingsverband, omdat ze er allemaal beter van worden. Maar heeft die uh, samenwerking datgene opgeleverd wat het doel was, dan gaat het strijd onderling weer verder. Uh, wel is het zo, dat is natuurlijk in de loop der eeuwen, want dit speelt al zolang uh, de mensheid oud is, hè, dit hele machtsverschijnsel is kenmerkend voor onze hele, voor onze hele geschiedenis. Uh, ik bedoel, iedereen die geschiedenislessen gehad heeft op school, die weet dat, dat onze hele historie, uh, nou ja, van de ene uh, uh, genocide naar de andere vervolging, naar, de, um, naar het despotisme, naar, nou, goed, het is het een na het andere. De mensheid. Wordt al heel lang geteisterd door dit, door dit verschijnsel. En ook alle oude filosofieën en religies hebben het erover. Hè. Het is eigenlijk. Uh, sino, psychopathie heeft dezelfde kenmerken. als in al die oude religies en filosofieën. Uh, toegekend wordt aan het verschijnsel het kwaad. Het is het kwaad, het is empathieloos, het is. Uh, het uh, probeert mensen te onderwerpen, uh, het heeft geen scrupules, het heeft uh, geen morele grenzen. Het is het kwaad zoals het uh, klassiek wordt weergegeven. En de moderne term daarvoor is, de, de klinische term is psychopatie. Ja. En ongeveer 3 tot 5 procent van de wereldbevolking leidt eraan. Maar omdat zij over het algemeen de machtspositie bemachtigen, uiteindelijk, uh, zijn ze ook bij machten om de hele wereld naar hun model in te richten. Dus je hebt maar een klein percentage psychopaten nodig om de hele wereld psychopathisch te maken. Tenminste, zolang de niet-psychopaten, wij dus, uh, hoop ik, uh, um, ons erdoor laten blijven misleiden. En dan kom je weer terug op bedrog. Ja, bedrog is het instrument van de, van de psychopaten. Ja. Ik denk dat er nog meer instrumenten zijn. Vandaag was Macron in het nieuws. Ja. Um, ik krijg daar heel sterk de associatie van psychopaat bij. Uh, ik ben geen top. therapeut, dus ik kan niet op afstand een, een anamnese stellen. Uh, of een diagnose. Alleen de manier hoe hij uit zijn ogen kijkt. Dan kun je <coughs> zo van ja, dat is hoe iemand eruit ziet. Maar ook hoe die, welke uh, uh, beleid hij voert. Mm. Welke wetgeving hij nastreeft. Welke doelen hij heeft. Um, lijken daar allemaal op. Maar vandaag kwam hij in het nieuws, omdat hij. Uh, Openlijk toegaf van ja, maar we moeten de ongevaccineerden het zo moeilijk mogelijk maken. Ja. Uh, we, we have to piss them off, zoiets ja. zei hij. En, en, en vrij grove bewoording. Mm -hmm. uh, we hebben dat in Nederland natuurlijk ook gezien. Zeker, dat komen we ja. daar ook op. Van houd je bek. Ja. Of uh, de, sommige kinderen kunnen beter niet geboren worden. Ja. Dat zijn de twee andere zaken die we daar dadelijk aanhalen. Ja. In hoeverre, als je van de afstand naar Macron kijkt, is dit een psychopaat? Het is een psychopaat. Maar hij is niet alleen. Op dit niveau vind je op dit moment alleen nog maar psychopaten in de wereld. Alleen nog maar, ook in Nederland. He? Dus uh, op het niveau van de, de, de nationaal uh, beleidsbepalende figuren, die een orders weer krijgen van de aan hen boven geplaatsten, uh, kunnen niet anders dan psychopaat zijn, omdat zij uh, in opdracht van, uh, van hun meerdere um, geweteloze zaken doen. En daartoe bereid zijn. Dus hun eigen persoonlijke belangen, uh, en dat ze zich handhaven in die, die piramide, waardoor zij hun macht weer kunnen uitoefenen op alles wat zich onder hen bevindt, uh, Ja, hun persoonlijke belangen zijn, worden als, uh, nee, hun geweten wordt ondergeschikt, is ondergeschikt aan hun uh, persoonlijke belangen. En dus per definitie psychopathisch. En het feit dat uh, de toppsychopaten van deze wereld het voor elkaar gekregen hebben om vrijwel alle regeringen van deze wereld met zich mee te krijgen, betekent dat daar al een preselectie heeft plaatsgevonden. Uh, en dat is dat proces wat ik net noemde: hè? Uh, je, la, uh, uh, je laat de psychopaten doordringen tot de, de beslissingsbevoegde uh, uh, posities en ze zullen daar uh, de. Mentaal gezonde mensen zelf uitwerken. En je krijgt dan een selectieprocedure waardoor alleen de psychopaten overblijven. Je ziet over zo'n zo procedure heb je ook gezien in de, in de media. Eh, mensen die bereid waren hun beroepsethiek eh, ondergeschikt te maken aan het handhaven van hun eigen positie, die zijn overgebleven. De mensen die nog wel een, een, een beroepsethiek hadden, die zijn of uitgestapt of, uit, of eruit geknikkerd. Eh, in de politiek heb je precies hetzelfde gezien. Maar je ziet het ook in andere branches, bijvoorbeeld. Jeugdzorg is een mooi voorbeeld. Even terzijde, even kort voorbeeld. Uh, jeugdzorg is volledig gecorrumpeerd. Uh, daar, daar is al veel over gezegd en geschreven en het begint ook steeds duidelijker te worden. Uh, ik heb veel mensen uh, begeleid die in de jeugdzorg werkten en die niet meer konden verenigen met de geweten. Zegt wat hier gebeurt. Het uh, past niet bij de roeping die ik had om daar te gaan werken. Uh, en dus veel zijn een andere, hebben een andere baan gezocht, ze zijn verdwenen. En degenen die geen problemen hadden met de misstanden daar, die zijn overgebleven. Dus je, dus je krijgt in zichzelf een versterkend uh, proces. Versterkend. Ja. Ja. En dat heb je in, al, in heel veel branches gezien waar sprake is van machtsverhoudingen. Uh, Josjo is natuurlijk een heel typisch voorbeeld van machtsverhoudingen. Uh, maar je hebt het dus ook gezien in de media. De media heeft een heel grote macht over. De, over de, het is een perceptiebepalend uh, instrument, zeg maar. Dus heel veel macht over, uh, over de bevolking. Uh, heel belangrijk machtsinstrument. Dus je hebt daar de, die, dat, dat corrumperingsproces, heb je gezien. En, en natuurlijk in de politiek ook. Uh, dus we zijn nu op een punt aangekomen dat in al die belangrijke sleutelposities eigenlijk alleen nog maar psychopaten zitten. En Macron is er dus één. Maar de Nederlandse uh, politieke leiders zijn dat ook allemaal. Ja, want als we dan kijken naar uh, Rutte en de jongen. Uh, wat ik zo opvallend vind. Ze lijken heel veel op elkaar. Ja. Uh, dat net te voorkomen. Ondertussen. Doen ze uitspraken waarvan je denkt van... hé, hey, maar dit is toch uh, heel erg provocerend. Dit past helemaal niet bij de positie. Uh, het gedrag eromheen. De regels gelden niet voor hun en wel voor de anderen. Dat is ook typisch gedachte. Ja. Volgens de chain of command klopt dat ook. Hè? Ik commandeer degene onder mij... en degene onder mij commandeert degene daaronder. Maar je hoeft er geen verantwoording... Ja, jij hoeft alleen verantwoording naar boven af te leggen, maar degene die jij commandeert, hoeft geen verantwoording aan. Of uh, die, daar hoef jij geen verantwoording aan af te leggen. Is dit nog te volgen? Nou ja, ja. ja. ja dus de chain of command gaat naar beneden, niet ja. terug naar boven. Ja, dan zie ik bijvoorbeeld: nemen we een, een de jongen, um, die is vanaf het begin op een bepaald punt eerlijk geweest. Het prikje wat hij dan vaccin noemt... is ja. de enige uitweg. Ja. Wetenschappelijk totale onzin natuurlijk. Ja. Dat was al van tevoren bekend. Ja. Er is nog nooit hmm. een pandemie... Hmm. als je het al een pandemie wil noemen. Ja. Er is nog nooit een gezondheidscrisis bezworen... met een vaccin. Ja. Al zou het werken, al zou het ja. een vaccin zijn. Ja, precies. Maar wat hij waarschijnlijk bedoelde... van zijn superieuren... heeft hij maar één optie meegekregen. Ja. Dat moet hij uitvoeren. Ja. En zo gaat dat via de general command door. Hè. Dus hij, heeft van, uh, hij heeft de opdracht gekregen... Uh, zorgt ervoor dat iedereen geprikt wordt. Daar komt het eigenlijk op neer. En uh, uh, die opdracht die geeft hij weer door aan de laag onder hem, en, uh, uh, dus via media. En uh, uh, uiteindelijk komt dat dan bij de bevolking terecht. Jullie, jullie volgen van ze... mij maar één uitweg. Ja, het is opvallend dat ze pathologisch liegen. Ik, ik haal Rutte vaak aan als de wereldkampioen-leugenaar, uh, want ik denk dat hij inderdaad zo pathologisch is dat hij ook. Ligt als er niks van afhangt. Gewoon puur om te kijken of het kan. Een soort ja. dominantiespelletje. Zeker. Maar bij de jongens zie ik dan toch een typische vorm van uh, oprechtheid. Is dat ook iets typisch wat, uh, wat psychopaten. Zodat ze constant aan het liegen zijn. En daarmee de uh, realiteit voor de ondergeschikte hmm. uh, ver, verkappen of, of, of verdraaien. Hmm. Maar dan hun doelen zijn eigenlijk heel openlijk. Ja, vaak, uiteindelijk wel. Ja. Uiteindelijk zijn die wel hopelijk. Ja. Tenminste, als je, als je het wil zien. Hè. Uh, maar kijk, een succesvolle psychopaat... daar zie je minder aan dat hij liegt. Mm -hmm. ja, de liegen werkt alleen als... als de, het, 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 het slachtoffer van je leugen... zeg maar niet in de gaten heeft dat het een leugen is. Uh, een leugen werkt alleen maar... als de uh, voorgelogen... En niet beseft voorgelogen te worden. Uh, dus de meest succesvolle psychopaten... Kunnen, zijn heel erg bedreven in, in liegen. ...heel erg bedreven in, in, in liggen En ook in het... Uh, ...het van empathie... ...het fijnse van, van zaken... ...het verdraaien en zelfs dubbele omdraaien... ...van, uh, van dingen waardoor... Uh, ...de gemiddelde mens de weg helemaal kwijt, uh, kwijtraakt. Ze hebben daar een levenslange ervaring uh, in. Het zijn zelfs heel het gefrustreerde... Het... ...en getraumatiseerde mensen. Precies, daar ja. ja, wilde ik eigenlijk naartoe. Ja. Het, het lijkt erop dat dit mensen zijn... ...met enorme trauma's vanuit hun kindertijd... ...en vanuit een kopingsmechanisme... ...voor dat trauma... Een strategie hebben ontwikkeld die parasitair is voor hun omgeving. Exact, ja. En de, 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 hun, hun uh, motief komt voort uit hun eigen overtuiging uh, uh, geen creërend vermogen te hebben. En daar dus anderen voor nodig hebt. Andere, uh, anderen moet dwingen. De dingen te doen waar je zelf niet toe in staat bent. En daarom zijn psychopaten ook nooit tot iets in staat. Het enige wat zij doen is ervoor zorgen dat andere zaken uitvoeren. Dat is het enige waar ze goed in zijn. Nou, even over corruptie hebben we gehad. Ideologie. Voor een deel, wat denk je dat er achter zit? Is er een groter plan uh, achter deze hele <coughs> pandemie? Um, ja. Zeker, en dat en tot is een op plan. Ik bedoel, je gaat niet zoiets voor 40 jaar voorbereiden zonder dat je daar een resultaat van wil hebben. Dat lijkt me voor de hand liggend, hè? natuurlijk. Uh, tuurlijk moet daar een resultaat uitkomen, dat is de bedoeling. Het is een strategie, een strategisch model. Uh, kijk, waar, waar psychopaten op uit zijn, is het, dus het overheersen van anderen. Uh, maar dat is nog wel een gedoe, want je hebt daar die hele chain of command voor nodig, die bestaat allemaal uit mensen en dan kun je afvalligen hebben. En het is een beetje gevoelig uh, voor uh, uh, plotselinge bewustwording onder, uh, onder jouw uh, ondergeschikte, zeg maar. Uh, dus het is altijd droom geweest om het te vereenvoudigen en om middelen in te zetten, technologieën in te zetten, die het voor jou makkelijker maken om grote groepen mensen te overheersen. En, dus het doel is eigenlijk alleen dat. Het overheersen. Het onder controle stellen, het ja, manipuleren. Ja, dat doen ze al heel lang. Maar kijk, het is zo dat, dat uh, machtzoekers en machthebbers hebben altijd gebruik gemaakt van, van technische mogelijkheden. Mm -hmm. ja, dus waar, waar. Nou ja, ik wil. Ik ken het verhaal van Alfred Nobel, die, verzond, die, 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 die uh, vond het dynamiet uit en uh, dat was op zich een hartstikke mooie, mooie instrument. Je kon er van alles mee doen, in de mijnbouw en weet ik veel het allemaal. Maar vervolgens werd het tegengevoerd uh, voor, uh, voor allerlei minder frisse, frisse zaken en daar heeft hij er heel lang spijt van gehad. En daarom heeft hij de Nobelprijs in, die overigens ook weer gecorrompeerd is dus inmiddels. Maar goed, uh, uh, zo gaan die dingen. Uh, maar je kunt dus... Uh, uh, Macht zal altijd gebruik maken van alle bestaande middelen. Alles wat er beschikbaar is. Uh, en nou ja, er zijn natuurlijk de laatste decennia over nieuwe middelen uh, ter beschikking gekomen. die in de oude machtsstructuren niet uit de verf kunnen komen. Daarvoor moet je die, die, die structuren uh, herzien. Uh, dan kun je er gebruik van maken. En nu is er een mogelijkheid om uh, zonder al te veel uh, lagen van menselijke toewijding. Uh, een hele wereldbevolking vanaf één dashboard te besturen. één digitaal dashboard. En daar worden de eerste stappen nou voor gezet. He, we moeten allemaal Dan naar een Digitale identiteit. Ja, digitale identiteit. He, waarop niet alleen staat wie jij bent, maar ook uh, hoe je financiële situatie is, wat jouw eventuele criminele verleden is, wat je gezondheidssituatie is, of je geprikt bent of wel of niet, wat voor kranten je leest, welke websites jij bezoekt. Een heel persoonlijk profiel waarop alle relevante informatie voor de macht hebben relevante informatie over jou opstaat uh, en uh, dat automatisch gegenereerd wordt het wordt automatisch gegenereerd opgeslagen in een systeem en uh, vervolgens zal dat systeem nee ik, ik moet dan zeggen datzelfde die datzelfde ID moeten wij dan ook gaan gebruiken om toegang te krijgen tot zaken dat, dat is nu, wordt nu al aan begonnen hè? je hebt uh, in ieder geval gehoorzaamheids Bewijs nodig dat jij je prikje hebt genomen. of uh, nu nog getest bent. dan gaat het dan dadelijk ook weer verdwijnen. zodat we het 2G-verhaal krijgen. Uh, maar in ieder geval dat je gehoorzaam gedaan hebt. wat ze willen dat je doet. anders mag jij, uh, ga jij privileges verliezen. Precies, dus dit, die digitale identiteit. wordt als een soort. Uh, pressiemiddel. of nudging wordt het ook wel genoemd. eigenlijk een soort herconditionering. We moeten allemaal. worden heropgevoed tot gewenst gedrag. Ja, gedwongen. Gedwongen ja. Macht, gedwongen, ja. Ja, gedwongen. Kijk, in, 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 macht kan eigenlijk altijd maar berusten op twee mogelijke pijlers. Aan de ene kant is dat geloof. Aan de andere kant is het geweld. Eh, en je ziet dat het ook in periodes afwisselt. We hebben nu een periode achter de rug uh, waarin macht heel erg gestoeld is geweest op geloof. Geloof in de westerse waarden, geloof in democratie, geloof in, uh, in, in, uh, in basisrechten, grondwetten het, en vrijheid. Uh, dat soort zaken. Uh, het nadeel daarvan is dat als er op een gegeven moment barsten in ontstaan en mensen beginnen eraan te twijfelen, klopt het eigenlijk nog wel. Uh, ja, dan, en het geloof kalft af, dan kun je het eigenlijk alleen nog maar in stand houden uh, via geweld. Ja, dat zien we ook in de En dat is nou wat je nu ziet. Hè? Je ziet een toename van het geweld, en daardoor uh, kan het de geloof nog verder af. Hè? Het begon nog verder af, omdat uh, de macht nu zijn ware gezicht laat zien. Dat is ook een proces wat je de laatste twee jaar natuurlijk heel sterk gezien hebt. Uh, en uh, ja, dan heeft de macht geen andere optie meer dan het maximaal haalbare geweld in te zetten om de boel in de lucht te houden. En zo'n digitaal controlesysteem is absoluut een geweldsmodel. Want wat je zegt, is jij gehoorzaamd aan mij. En zo niet, dan heb jij geen geldige pas en dan mag jij niet meer deelnemen aan nu alleen nog maar dingen die voor de lol zijn, zoals theater en bioscoop en, en restaurant. Maar uh, ja, nu gaan er ook alweer stemmen op om, om, om detailhandel uh, uit te sluiten voor mensen die niet geen groen vinkje kunnen laten zien. En de volgende stap is dat ze misschien ook niet meer naar de supermarkt mogen, hè? zoals in sommige landen ook al het geval is. En De laatste stap zal zijn dat je uitgesloten wordt van betalingssystemen. Die voorbereidingen worden nu ook al gemaakt. Hè. Dat, dat, dat de qr code Je kunt tegenwoordig overal met QR-code betalen. Die infrastructuur die is al heel keurig netjes voorbereid. Uh, en uh, dat het betaalsysteem, je bankrekening dus, uh, al of niet uh, toegankelijk is. Voor, of voor bepaalde zaken en andere zaken niet. Afhankelijk van wat jouw uh, overtreding is, uh, is geweest. Uh, maar de bedoeling is in ieder geval dat het systeem is dat automatisch je gedrag registreert. Controleert en registreert en daar ook automatisch op sanctioneert als het niet naar wens is. En waarbij je alleen nog maar verantwoording aflegt aan een digitaal systeem. Dat gebeurt nou met die QR-code ook al. Hè? Je legt geen verantwoording meer af aan degene die uh, in, in het restaurant aan de deur staat. Die kan alleen maar scannen. Het systeem zegt of jij toegang hebt, ja of nee. Je kunt er met niemand over in discussie. Je kunt niet met een computer discussiëren. En dat maakt het uitoefenen van macht over grote groepen mensen veel gemakkelijker dan wanneer je daar politieagenten voor nodig hebt en justitie Als en rechter groep... en weet ik veel wat allemaal. Als die groep het systeem accepteert. Ja. En ho hoe is het mogelijk dat uh, het voor zo'n groot deel nog lukt? Ja. Nou ja, ten eerste is het natuurlijk een groot deel van de mensen die zich nog steeds laat misleiden. Mm -hmm. hè, maar er is ook een groot deel uh, dat zich niet meer laat misleiden, die best wel begrijpt dat de argumentatie hierachter, hè, waar we hebben een levensgevaarlijk weer, dat dat niet klopt. Eigenlijk is, ik denk dat dat voor de meeste mensen wel geldt op dit moment. Mensen in mijn omgeving wel. Dat dus is een leerde omgeving. Uh, veel mensen die, die, die wel de eerste twee shots hebben gehaald. Die nu bijvoorbeeld zeggen: ja, dit klopt echt niet meer. Ik ga echt die boeren niet halen. Maar ja, dan komt dus het element geweld weer naar boven. Je gaat mensen gewoon bedreigen. En dat is voor veel mensen ook een uh, reden om te zwichten. Ik heb gewoon geen zin in problemen, zeggen ze dan. Ik heb geen zin om geconfronteerd te worden met een steeds agressiever wordende macht. Ja, bedoel, in iedere klassieke dictatuur was het heel erg duidelijk dat. Uh, ik, ik, een kleine anekdote: ik heb in de jaren 80, begin jaren 80, een keer in rus gesproken die was on, ontsnapt. Oh, uh, zeg maar, uit, uit, was nog voor de val van het IJzeren Gordijn. En ik vond dat een heel interessante man. En, uh, dus ik, ik, ik er met hem in gesprek. En uh, wat hij mij zei vond ik interessant. Hij zei: Wij, in Rusland wisten allemaal. Wij wisten allemaal dat alles leugen was. Wij wisten gewoon dat het allemaal leugens waren. Wij wisten dat we met een dictatoriaal regime te maken hadden. Wij wisten dat jullie geloven dat het hier anders is. En dat maakt jullie veel zwakker dan, dan, dan wij waren. En ik denk dat dat van heel groot belang is. En maar juist in die overgangsfase van een periode waarin het geloof, waarin de macht vooral rust op het geloof, naar, uh, waarin die overgaat naar geweld, daar zitten we nu in. En heel veel mensen staan nog met één been in die oude realiteit. Sommige mensen beginnen in te zien dat uh, die nieuwe realiteit uh, het werkelijke gezicht is van de macht. En, uh, maar ja, die uh, zullen ook, zich daar ook door geïntimideerd worden. Dat is natuurlijk het idee van geweld. Hè? Intimidatie is het idee van geweld. En ook het typisch psychopathische uh, uh, model, een uh, psychopathisch eigenschap, intimideren. En uh, onder ja, de... de Bedreiging van die intimidatie zullen vele mensen nog zwichten. Dan komen we bij een, een laatste aspect van die manipulatie: uh, chantage. Ja. Want voor die onderste laag is duidelijk is waarschijnlijk straf en geweld en uitsluiting genoeg om te manipuleren. Hmm. Want dan appelleer je heel erg op die basistrauma's en op het uh, empathisch vermogen van mensen. Ja. Als mensen dat nou minder hebben, uh, dan kan je chanteren. Dat kan door corruptie. Je, je geeft iemand wat en daarna uh, ja. laat je ze merken van hey, je, je bent over de schreef gegaan, uh, ja. ik heb wat op je. Ja. Maar um, het fenomeen pedofilie komt hier ook vaak in voor. Ja. En dan zijn er mensen die denken dat iedereen een pedofiel is. Mm. Zijn psychopaten nou eerder geneigd uh, om aan pedofilie te doen bijvoorbeeld. Uh, het komt daar wel vaker voor. Uh omdat, ik, ik, nee, moet ik het anders zeggen, ik denk niet dat het te maken heeft met een seksuele perversie die daar vaker voorkomt. Uh, maar uh, de wil om macht uit te oefenen over andere mensen heeft natuurlijk wel iets pervers, maar niet zozeer seksueel pervers. Maar de verhouding volwassenen en kind heeft natuurlijk al een heel sterk verticale uh, uh, gezagsverhouding, een uh, machtsverhouding. Dus, uh, dat, en dat is iets wat, wat, wat psychopaten wel heel erg prettig vinden. Uh, maar daarnaast wordt het in, uh, kijk het is, als er één ding verontwaardiging oproept, dan is het wel uh, pedofiel kindermisbruik, uh, uh, seksueel mm -hmm. kindermisbruik. Uh, en uh, de slimme psychopaten die begrijpen dat wel. Dus als ze mensen aan zich willen verbinden, uh, dan willen ze graag dat ze chantabel zijn. En hoe kan je iemand makkelijker chanteren dan met, met een geheim? Zeg maar. En vooral als het een geheim is dat bij het publiek enorme woede en enorme verontwaardiging oproept. Uh, dus uh, vaak, uh, kijk, er zit in die hele hiërarchische piramide natuurlijk al wat onzekerheden. Uh, je bent afhankelijk van. Uh, van mensen die niet uit de school klappen. Als je nou mensen op sleutelposities... chantabel maakt... en de consequenties van uit de school klappen... zo ernstig maakt dat ze dat niet durven... dan weet je zeker dat je veilig zit. En dat kun je natuurlijk doen... door, uh, door, mensen, door mensen aan te trekken... die wel die seksuele perversie... Uh, met zich meedragen. En, ja. en die bescherm je dan... en die zet je eigenlijk op een positie van macht... Ja. maar altijd ondergeschikt aan jou. Ja. Dat is het idee erachter. Dus de laatste tijd is natuurlijk vrij veel in het nieuws geweest hè, dat satanisch uh, kindermisbruik. Uh, je ziet ook dat er heel erg terughoudend op gereageerd wordt uh, vanuit de politiek. Dat was wat mij vooral triggerde. Ik had ja. altijd het gevoel van: ja, het zal best een probleem zijn, net zoals dat het in, in gezinnen een probleem kan ja. zijn. Uh, maar dit stukje van dat chantabele en het psychopathische dat het veel meer over die macht gaat. Dat geeft het een andere dimensie dan het normale. Ja. Hoe erg het ook klinkt, maar het normale kinderen. Ja, en het gaat verder dus dan, dan, dan een, een, een seksuele perversie. Het wordt ook strategisch ingezet als machtsmiddel. Uh -huh. maar, maar dat heeft ook weer dat gewetenloze in zich. Hè? Uh -huh. Zowel naar degene die ze in hun macht proberen te krijgen, en chanteren, chanteren heeft sowieso iets. iets, iets uh, uh, iets gewetenloos. Dus het is een misdaad ook. Mm -hmm. uh, maar dat ze daar ook uh, niet voor terugdeinzen om daar kinderen voor in te zetten. om hun functionarissen, zeg maar, die belangrijk voor ze zijn, aan zich verplicht aan zich te verbinden. Uh, om kinderen daarvoor te offeren. Ja, wat ik vooral heel opvallend vind, is vooral de reactie vanuit de macht op het bevragen of het belichten van dit onderwerp. Ja. We hebben natuurlijk al de, de affaire Demming gezien. Ja. Nou, daar weet ik van binnen justitie... Van dat dat echt een deksel op een beerput is. En ja. dat daar veel meer aan de hand is dan alleen dat ene geval. Maar recent inderdaad met uh, dat onderzoek... naar uh, uh, ritueel uh, satanisch kindermisbruik. Ja. Um, eerst in de commissievergadering. En dat ging dan over Gideon van Meijeren... Ja. die daar vragen over stelde. Mm -hmm. Maar heel erg... Heftig op werd gereageerd ja. door de voorzitter. En later ook nog naar Grapperhaus die op alle Manieren probeert te voorkomen dat ja. hij de controle en dan zie je ook weer controle dat ja, machtsmiddel de ja. uh, iets te verbergen lijkt het ja. Ik bedoel, die conclusie kunnen natuurlijk nog niet keihard stellen. Maar waarom zou je waarom zou je geen onafhankelijk onderzoek voor missie in willen stellen? Ja, ik bedoel, uh, ja, dan, dan maak je jezelf ook verdacht mee eigenlijk. Hè? Ja, en daarmee wil ik niet zeggen dat hij dus een pedofiel is, maar nee, nee. hij is dus op hij... de hoogte van het machtspel of exact. van het middel dat er wordt gebruikt. Nou, van, hij hij vermoedt in ieder geval dat die mogelijkheid bestaat, mm -hmm. op zijn minst. Mm -hmm. Ja, want anders zou hij niet zo tegen Maar dan veranderen. zou je zeggen: als hij vermoedt dat die mogelijkheid bestaat als minister van Justitie, dan moet je daar juist op ageren en ja, ja. alles aan doen om dat boven water te krijgen. Zeg, maar hij doet het tegenovergestelde. Hij doet precies het tegenovergestelde. Ja, exact. Nou, ben ik helemaal met je eens. Hè. Daarmee, daarmee maakt hij zichzelf en zijn uh, collega's die hij probeert te beschermen binnen justitie. Tenminste, daar lijkt het op. Ik kan dat niet keihard bewijzen. Maar ik bedoel, mm -hmm. er is eigenlijk niet echt een andere mogelijkheid. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, als je oprecht zou zijn en je zou een zo'n zwaarwegend onderwerp. In jouw portefeuille krijgen als minister hmm. van Justitie, ja, dan zou je er alles aan doen uh, om jezelf je te profileren zijn, ja. als iemand die daar oprecht uh, en transparant uh, in is. Inderdaad, ja. En hij doet precies het tegenovergestelde. Uh, maar hij zat ook duidelijk in de knoei, je kon het merken. Hè? Je, hij hij, hij uh, gaf geen antwoord meer op de vragen. Hij probeerde er eigenlijk zo snel mogelijk vanaf, uh, vanaf te zijn uh, door te zeggen: Ja, luister, ik ben hier de baas, dus ik bepaal klaar. Mm -hmm. Een dergelijke reactie hebben we ook gezien. Dat gaat dan meer over de rechtspraak aan zich uh, van Sander Dekker. Mm -hmm. uh, het is opvallend dat juist in die hoek, uh, rechtsbescherming en justitie, dat daar het meeste mm. uh, wordt geprobeerd het eronder te houden. Ja, ja. En de, het, hetzelfde is natuurlijk wat we nu ook weer bij het RVM zien: dat er allerlei informatie wordt achtergehouden, dat de Kamer verkeerd wordt ingelicht. Ja, dit, dit zijn allemaal. Uh, Scheurtjes in het bastion lijkt het. Ja. Is het uh, ontmaskeren van zo'n schandaal, is dat de oplossing? Of moeten we het ergens anders zoeken? Het kan bijdragen aan de oplossing. Uh -huh. um, het is wel zo dat uh, als op een gegeven moment, een, 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 als psychopaten ontmaskerd worden, dan moet je rekening houden met geweld. Dan moet je, want je neemt ze een zekerheid een machtsinstrument uit handen. Um, je ziet dat ook in individuele gevallen. Als een psychopaat in je omgeving onmaskerd wordt, dan moet je rekening houden met gewelddadigheden. Dat gebeurt ook vaak. Uh, dus je, je kunt op een behoorlijk forse tegenreactie uh, uh, rekenen. En de vraag is of je daar beter van wordt. Want ze hebben op dit moment natuurlijk toch nog wel veel wapens in handen. En vooral de hiërarchisch ingerichte uh, lagen van de machtspyramide, zoals leger en politie, dat zijn mensen die over het algemeen daar erg gevoelig voor zijn. Uh, dat zijn mensen die zelf ook hiërarchisch denken. Als je zo niet denkt, dan, dan neem je geen deel in het leger. Hè? Dan word je geen, geen soldaat, word je geen politieagent. En jij en ik zou dat niet zo gauw worden, maar zo zeggen. Het vergt al een bepaalde mentaliteit om zo'n beroepskeuze te maken. En... Uh, zij zijn dus over het algemeen ook de laatste die zich uh, losmaken uit die, uit die chain of command. En uh, je, je kunt van daaruit behoorlijk, nou, behoorlijk gevaarlijk geweld uh, verwachten als je de boel ontmaskert. En mm -hmm. als die ontmaskering compleet is. Is er dan een andere, want we hebben het ook wel over het afgeven van verantwoordelijkheid gehad. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat mensen die verantwoordelijkheid weer naar zich toe trekken? Want dan ontneem je eigenlijk ook de macht van deze psychopaten. Absoluut. Zonder uh, bedrog, daar zijn we net over begonnen, hè? Zonder bedrog krijgen psychopaten geen voet aan de grond. Bedrog is een instrument te leugen. En bedrog is een instrument. En je kunt alleen iemand bedriegen die niet beseft bedrogen te worden. Uh, als jij weet dat je tegenover een bedrieger zit, uh, ja, dan kan die je niet bedriegen. Dat is onmogelijk. Uh, en datzelfde geldt voor de leugen. Als iemand uh, tegen jou zegt: uh, Willem, een koe is een reptiel. Terwijl jij weet dat een koe een zoogdier is. Dan kan die jou niet wijsmaken dat een koe een reptiel is. Om maar een stom voorbeeld te noemen. Hè? Anders gezegd, kennis van waarheid. Mm -hmm. hè? Oftewel, bewustzijn bewustzijn is eigenlijk niks anders dan besef van waarheid. Uh, kennis van waarheid maakt je immuun tegen leugens en tegen bedrog. Maar zullen dan veel mensen zeggen: Oké, okay, nu weet ik dat de andere kant mij manipuleert. Nee. Niet om mij geeft, tegen me licht. Nee. Maar ja, ze hebben wel de macht. Financieel, maar qua media, qua ja, militairen. Dat, dat, nou ja, dat is een kwestie van oorzaak en gevolg. Hè. Ik, bedoel, ik, ik, schrijf al, ik probeer mensen al 15 jaar met de stukken die ik schrijf te waarschuwen. Maar als we nou niet ingrijpen, dan is dit wat er gaat gebeuren. dat is ook exact wat er nu gebeurt. Uh, kijk, als je lang genoeg. Het heeft ook. Het heeft ook een, een vorm van gemakzucht in zich. Een mentale luiheid. Hè? Het is ook wel makkelijk om het aan anderen over te laten. He, je hoeft je niet te verdiepen in hoef Je het allemaal niet te weten. Dan hoef je daar geen moeite in te steken. Geen tijd in te steken. Dan kun je naar voetballen gaan kijken. En uh, er wordt voor me gezorgd. Uh, ja, dat dat dan een keer misgaat is het gevolg dan. Want dat is het gevolg van wat mensen in het verleden hebben gedaan. Dat is een kwestie van oorzaak en gevolg. Dus ja, daar zullen we dan mee moeten dealen. Op, op, op dit moment. Zo is het inderdaad. Hey, maar die macht is alleen... Uh, uh, geen enkele psychopaat, geen enkele regeringsleider, geen enkele dictator uh, krijgt macht door te zeggen dat hij machtig is. Het is macht die aan hem verleend is. En ik kan morgen hier een, 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 uh, dingen, een badge op mijn reverspel en zegt Pieter stuur me macht hebben, maar dan gaat niemand aan mij gehoorzamen. Pas als mij die macht verleent, als mensen geloven, werkelijk geloven dat ik die macht hebben ben en daarom aan mij gehoorzamen, dan creëren zij met hun gehoorzaamheid mijn macht. Uh, dus het is een gevolg. Het is, uh, hè, dus dat, dat, dat zullen we nu moeten... Want we moeten het eigenlijk omdraaien. We moeten, 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 moeten de mensen uh, dus duidelijk maken dat de veiligheid daar niet ligt bij de psychopaten. En dat de waarheid uh, tegenovergesteld is. Nou, kijk, nogmaals, als je kijkt naar onze geschiedenis, uh, dan heeft dit verschijnsel, dit kwadarige machtsverschijnsel, dit kwadarige psychopathische verschijnsel, heeft letterlijk honderden miljoenen mensenlevens vernietigd honderden miljoenen. Het is het meest dodelijke verschijnsel dat er bestaat. Het is onvergelijkbaar met welk ander verschijnsel ook. Het is niet te vergelijken met welke ziekte of welk virus dan ook. Het is ook een rode draad door onze hele geschiedenis heen. Hè? Alleen al de afgelopen 100 jaar zijn er, als ik het even goed, 220 miljoen mensen oorlogen niet meegerekend door een eigen Overheden omgelegd. Democide noemen ze dat. Ja, democide, democide is dat. Ja. 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 Ja, maar het is het meest dodelijke verschijnsel ooit. Ja, dus het is sowieso van onze vergissing, een aangeprate vergissing. Het is een leugen die we geloofd hebben, dus. Uh, dat het voor ons uh, lot beter is om het in handen te leggen van een extern bestuur. Uh, dan daar op zelf uh, meer moeite in te steken om onszelf meer te besturen. Of in ieder geval uh, goed op te letten dat er uh, garanties ingebouwd zijn. De garantie waarvan we. Dachten dat we die hadden in de vorm van grondrechten en zo, maar die nu waardeloos blijken te zijn. Dus we moeten eigenlijk autonoom worden en een tikkeltje argwanend. In ieder geval naar de macht. Nou, ik kijk. Het, het, uh, het is wel een goede, een goede vuistregel. Hè? Uh, het is natuurlijk makkelijk om dingen van bovenaf aan te nemen. Om uh, te zeggen van nou ja, wat er op het journaal verteld wordt, staat gelijk aan wat de waarheid is, wat de werkelijkheid is. Uh, maar als je eenmaal weet hoe dit werkt. Uh, dan zou de eerste stap kunnen zijn dat je van bovenaf helemaal niets meer aanneemt, omdat het in verre meeste gevallen afkomstig is uh, van psychopaten en dus misleidend is. Hoe hoger je in de boom zit, hoe erger het wordt. Dus, dus eigenlijk is nu de oplossing, nu het duidelijk is dat er een koep is gepleegd, dat we een psychopathisch bestuur hebben, ja. op geen enkele manier meer meewerken. Tot die laag weg is. Ja, als je de weet dat het misdadigers zijn, waarom ja. zou je er nog aan meewerken? Hè? Ik bedoel, uh, 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 het probleem voor veel mensen is dan natuurlijk wel van ja, jij mag dan moet ik het zelf doen. Ik weet niet hoe dat moet. Ik, heb, ik moet daarbij aangestuurd worden. En voor veel mensen geldt dat ook werkelijk. Niet iedereen is in staat om autonoom zijn eigen beslissingen te nemen. Veel mensen zijn behoorlijk stuurloos en ook, ook behoorlijk angstig als niemand is die ze zegt wat ze moeten doen. Ja, dus dat betekent dat we wel een vorm van, van, van. Het is ook een, een, een mate van, van mentale onvolwassenheid. Ja, en ik denk dat wij als soort ook aan het opgroeien zijn. Ja, je, je kent er ongetwijfeld wel het proces van cumulatieve bewustwording: hè, dat dat door de generaties heen zich veel ster, sterker ontwikkelt. Het is vergelijkbaar met een opgroeiproces. Uh, maar niet iedereen is dan, is, heeft nog de mate van volwassenheid bereikt dat hij zichzelf kan aansturen. Dus we zullen wel uh, waarschijnlijk nog een soort aansturings- of bestuursmodel moeten hebben. maar dat we wel heel sterk in de gaten moeten houden. Veel beter dan voorheen, uh, toen we dit gewoon hebben laten gebeuren. Maar goed, het is ook weer een, een vorm van leren door schade en schande. Je weet dat is de meest effectieve manier van leren. Absoluut. Uh, maar deze keer gaat de pijn en de schade en de schande die gaan wel behoorlijk diep worden. Hoor. Dus ik hoop dat we ook een flinke leersprong gaan maken. Wat verwacht jij voor dit jaar, 2022? Ik verwacht dat dit jaar uh, het geweld waar ik het net over had... Uh, hè, en dan misschien niet eens het directe geweld met wapens en dat soort dingen... maar het toenemen van uh, uh, het digitale geweld. Uh, ik verwacht dat dat behoorlijk uh, nog zal toenemen dit jaar. Ik denk dat dit echt een, een jaar van ge vol geweld zal zijn. Uh, nogmaals, het geloof zal, veel verder, zal steeds verder afbrokkelen... En dat, dat weten deze psychopaten wel. En die hebben dus ook het geweldsmodel wel voorbereid. Die weten wat ze moeten gaan inzetten op het moment dat steeds minder mensen erin gaan geloven. En je ziet nu ook al dat we in een situatie terecht zijn gekomen waarin eigenlijk de meeste mensen niet meer echt, niet meer, niet meer werkelijk geloven dat we nou te maken hebben met een levensgevaarlijk virus. Dat zijn er nog maar een paar. Uh, maar omdat bijna niemand zich dat, daarover durft uit te spreken, gelooft bijna iedereen dat bijna iedereen het gelooft. En omdat bijna iedereen gelooft, dat bijna iedereen het gelooft, ja, gaat, blijft bijna iedereen maar meedoen. En zo creëer je een realiteit die de eerste gedachte bevestigt, namelijk bijna iedereen gelooft, het, of, eh, iedereen gelooft het nog wel. Terwijl het helemaal niet bezit is. Dus dat is het ontstaan van een valse consensus. Een consensus die niet meer uh, gedragen wordt door uh, instemming, uh, maar door lijstbehoud. Helder. Krijgen we een kanteling, een kentering dit jaar? Uh, ik denk nog niet de goede kant op. Nog dus het niks. moet eerst donkerder worden voor de lichting? Ja, dat denk, ik, dat, dat denk ik wel. Ik zie dit jaar nog niet echt een kentering. Uh, dat is ook niet gepland. Tot nu toe uh, is deze agressor dusdanig goed voorbereid dat alle stappen nog logisch zijn. Vanuit uh, hun perspectief? Vanuit hun perspectief ja. logisch zijn. Ze volgen elkaar in een logische sequentie op, ook in een logische snelheid. Dat is wat langzamer dan ik zelf verwacht had, om eerlijk te zijn. Uh, maar ze nemen dus de tijd. Uh, sommige mensen zeggen ze zijn in paniek, maar ik zie dat absoluut niet. Alles wat er tot nu toe gebeurt is nog heel erg logisch. Uh, en ik denk dat dit jaar um, een aanloop is naar een toch wel volledige instorting, die ze graag willen. Je kent de term, de great reset. Uh, of de, ik weet niet wie zet. Nee, ik bedoel Build Back Better, sorry. Mm -hmm. uh, Wil je iets terugbouwen, moet je het eerst slopen. Dus we zitten nog, nog in de voorgerecht fase wat dat betreft. De meeste staan nog overeind. Mm -hmm. De meeste mensen hebben gewoon nog werk en inkomen. En uh, ook al heb je je niet laten vaccineren, dan kun je niet naar een restaurant, maar je kunt nog wel gewoon je boodschappen doen. En je kunt met de auto ergens naartoe gaan of met de trein of weet ik veel wat. Uh, dus we zitten nog echt in de voorfase op dit moment. Um, als zij hun zin blijven krijgen, uh, dan zullen ze op een veel ingrijpender uh, uh, destructieve model uh, zullen ze, uh, moeten rekenen. Wat kunnen we eraan doen? Uh, nou, dat is iets wat ik me heb afgevraagd. Inderdaad. En ook de vraag, kunnen we er werkelijk iets aan doen? Kunnen we er werkelijk iets, uh, iets aan doen? Um, kijk, uiteindelijk is er maar één oplossing. En die is heel eenvoudig en die, uh, die uh, resulteert in, ook in absoluut resultaat. Het is dus eenvoudig, makkelijk, en met een zeker resultaat. Alleen mensen gaan het niet doen. Dat is het probleem. Als wij nu uh, de, uh, ons vertrouwen in, in de autoriteit opzeggen, en zeggen we: sorry, maar dit, we kunnen hier niet in meegaan. We begrijpen dat dit helemaal misgaat en dit is niet wat wij willen, wij beschouwen jullie in Den Haag bijvoorbeeld niet meer als autoriteit. We gaan niet meer doen wat jullie zeggen. Dat lijkt mij een heel goed voornemen. Dat, dat lijkt me een heel 2022. goed voornemen. Ja, wij ook, maar alleen ik zie het nog niet gebeuren. Ja, dus uh, hopelijk vinden we een manier waarop degenen die dat niet zonder aansturing durven, uh, ja, toch een, het vertrouwen kunnen krijgen om het wel te doen. En dan is het ook daadwerkelijk afgelopen met deze aanval. Dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Lieve, lieve mensen. Inmiddels zijn we in 2022 beland en zijn we nog hartstikke druk met vechten voor de vrijheid en voor een maatschappij die vooral over liefde en waarheid gaat. Zoals je achter mij kan zien, zijn we uh, elke dag bezig om de waarheid aan het licht te brengen en mensen met elkaar in verbinding te brengen. En daar hebben we jullie steun hard voor nodig. Dat hebben jullie tot nu toe al gedaan en daar zijn we heel erg dankbaar voor. We hopen dat we dit nog in ieder geval de komende jaren kunnen doen, en dat zal samen met jullie zijn. Dus bij deze wil ik jullie van harte bedanken voor alle donaties die jullie hebben gedaan en alle die jullie nog willen doen.